onverwacht noodweer speelt evenementen in onze provincie parten. Vrijwilligers Dierenasiel Winschoten voeren actie voor op non-actief gezette manager. En de relatief hoge prijsstijgingen op de Stad Groninger terrassen zijn verleden tijd. Een 23-jarige inwoner van Doezum is vanmorgen verdronken in het water langs de Kale Weg in zijn woonplaats. Een voorbijganger trof rond 9:30 het deels in het water liggende lichaam van de man aan. Zijn fiets lag bij hem. De politie zegt dat het slachtoffer waarschijnlijk door een epileptische aanval van zijn fiets is gevallen en daarbij in het water terecht is gekomen. Het verwachte noodweer dat vanmiddag over onze provincie trok, heeft ervoor gezorgd dat verschillende evenementen moesten worden afgelast. Ook het festival in Hongerige Wolf moest maatregelen nemen. Om ongelukken te voorkomen, better safe than sorry, hebben we gewoon alles platgelegd. Alle kraampjes dicht, alles opgeruimd en alle mensen hierheen gehaald. Hier is iedereen veilig. Hier, dat is een oude schuur midden in het veld die tijdens het festival als discotheek wordt gebruikt. Bezoekers worden met bussen en karren naar de schuilplaats gebracht. Het is allemaal onderdeel van het noodplan. Dit was van tevoren bedacht en hadden gehoopt dat het niet nodig was, maar dus wel. Ik ben net aangekomen en ja, toen moest ik meteen naar de danssilo, want iedereen zou hierheen komen. Leuk onderdeel van het programma. Het verbroedert, er is lekkere muziek. Ja, het komt wel goed. Iedereen is hier gewoon en we passen het gewoon aan. Er zijn muzikanten die gaan hier straks spelen, er zijn DJ's en er is bier en ander drinken. Dus de sfeer is gewoon echt fantastisch. Na de buien te hebben afgewacht, ging het festivalterrein in Hongerige Wolf weer open. Door de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum ging helemaal een streep. De wedstrijd zou om 14:00 beginnen, maar werd door het slechte weer al met 30 minuten uitgesteld. Kort voor 14:30 besloot de organisatie dat er niet gelopen kon worden. We weten niet wat er aan onweer op ons afkomt en we durven het risico niet te nemen om al die atleten het Lauwersmeer het open veld in te sturen. Kan gewoon niet. De bijna 500 deelnemers werden vervolgens teruggebracht naar Ulrum. Ja, ik had graag gelopen, maar ik begrijp het enigszins ook wel hoor. Als het gevaarlijk is, dan is het niet anders. Maar wij gaan lekker trainen, denk ik. Het is de enige oplossing. Nee, ik zei net, wij komen helemaal uit Den Haag speciaal voor deze halve marathon. Maar het gaat niet door. Volgend jaar weer. Dan is de 25e editie. Hopelijk met beter weer. De 100 vrijwilligers van het dierenasiel in Winschoten voeren actie voor hun manager Hilda Knecht. Ze is op non-actief gezet door de dierenbescherming. Aanleiding zou het recente onderzoek zijn naar de dood van 6 honden die zijn afgemaakt zonder een zorgvuldige afweging vooraf. Maar volgens de vrijwilligers valt hun manager niets te verwijten. Hilda staat altijd voor haar dieren en voor het welzijn van de dieren. En ze doet echt werkelijk alles eraan om de dieren te behouden. In sommige gevallen is dat gewoon niet mogelijk. Na het incident met de dode honden zou de dierenbescherming toezicht houden. Maar daar is volgens de vrijwilligers niets van gebleken. Vanaf de onderzoeken al, iedereen die moet maar dobberen. Er is geen ondersteuning van de dierenbescherming, totaal niet. De dierenbescherming laat eigenlijk iedereen in Winschoten, de vrijwilligers. Maar ook, laten we dat voorop stellen, de dieren in de steek. Want we praten wel over het welzijn van de dieren. De dierenbescherming wil niet voor de camera reageren. In een schriftelijke verklaring bevestigt de organisatie het op non-actief zetten van de manager. Over de reden hiervoor doen wij op dit moment geen uitspraken. Wel kan ik u zeggen dat we van mening zijn dat deze stap noodzakelijk was. We hebben er begrip voor dat de vrijwilligers die haar steunen uiting geven aan hun ongenoegen hierover. We hebben dit signaal luid en duidelijk ontvangen. Bezoekers van het asiel schrikken van alle commotie. Ik begrijp niet wat ze willen, maar die mensen die... Vooral Hilda, die is hier dag en nacht, die leeft voor de dieren en iedereen die je tegenkomt, vrijwilligers en noem maar op, het kan niet beter. Ondertussen zijn de vrijwilligers zelfs bang dat de dierenbescherming munitie verzamelt om het asiel in Winschoten te sluiten. Ze zijn bereid ver te gaan om dat te voorkomen. Tot dan, wat je maar kan bedenken. Heel ver. Volgens de dierenbescherming is er van sluiting geen sprake. Binnenkort verschijnt een intern rapport naar de leiding en het beleid van alle asiels in Groningen. Daarna neemt de dierenbescherming een besluit over hoe het verder moet met het asiel in Winschoten. Bij een ongeluk op de Bedemerweg in Groningen is gisteravond een 36-jarige motorrijder uit de stad ernstig gewond geraakt. Volgens getuigen reed de man met hoge snelheid richting de Nieuwe Ebbingenstraat en verloor hij de macht over het stuur.
waarschijnlijk doordat hij de stoeprand raakte. De man vloog van de motor af en de motor zelf gleed nog een stuk door en kwam tegen een muur tot stilstand. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Harbert ten Haven heeft 10 jaar geleden het agrarische bedrijf van zijn vader in de veenkolonie overgenomen. In die jaren heeft hij geprobeerd om het rendement te verhogen. Door het gebruik van compost is de grondkwaliteit al verbeterd, maar toch wil hij meer. Ik wil meer in die zin dat ik de bodemvruchtbaarheid op een goed peil wil houden. Zodat ik een goede opbrengst kan telen. Vocht blijft vastgehouden in de bodem op een grotere manier dan nu. En als bijeffect wil ik ook de stuifgevoeligheid van een aantal van mijn percelen verbeteren. In het voorjaar is een deel van de gezonde grond van zijn land verdwenen door zandstormen. De oplossing om dit tegen te gaan heeft ten Haven gevonden in klei. Een grondstof die rijk is aan mineralen. De akkerbouwer wil daarom een proef doen met klei en krijgt hulp van een kleiprojectgroep die onder leiding staat van Harm de Vries. En er is gewoon klei beschikbaar. Bij heel veel infrastructurele werken komen die klei beschikbaar. De vraag is alleen wel, is het precies de klei die je wilt? En de vraag is van, hoe brengen we het op het land op? Een groep van 10 akkerbouwers in de veenkolonie start dit najaar met de proef, waarbij ook gekeken wordt wat de kosten zijn en of het financieel uit kan. Voor ten Haven is het vooral belangrijk om meer mineralen in de grond te krijgen. In veenkoloniale grond is het aandeel mineralen gemiddeld 2-5%. Als we hier een klei-aandeel op kunnen voeren naar een procent of 8-10, dan heeft dat ook een effect op de stuifgevoeligheid. Dus ik zit dan aan een aantal dingen te werken. Bodemvruchtbaarheid, vocht, stuifgevoeligheid en productievermogen. De eerste resultaten moeten in het najaar van 2014 bekend zijn. De prijzen van consumpties op terrassen in de Groningen binnenstad zijn het afgelopen jaar minder fors gestegen dan in voorgaande jaren. Uit de jaarlijkse terrastop 21 blijkt dat de prijzen dit jaar met 2% zijn gestegen. Vorig jaar was dit nog 4%. In een aantal andere Nederlandse steden stegen de prijzen nog wel fors door. In Rotterdam bijvoorbeeld met 8%. Groningen zakt op de ranglijst van duurste steden van de 6e naar de 9e plaats. De zakkenvullerij en de horeca, dat is natuurlijk al lang verleden tijd. De gasten zijn ook kritisch op zowel op het product, maar ook op de prijs. Dus je kunt, op het moment dat je ook maar rigoureus prijzen blijft verhogen, zal dat ook niet geaccepteerd worden. De jaarlijkse terrastop 21 wordt samengesteld op basis van een standaard rondje van 2 bier, 2 fris, 2 koffie en 2 rosé. Voor dit rondje betaal je in Groningen gemiddeld €20,30. In Den Haag kost dit rondje €21,70. De residentie is daarmee de duurste terrasstad van Nederland. Voor het eerst, want tot nu toe stond Amsterdam altijd op de eerste plaats. In de hoofdstad werden de prijzen nauwelijks verhoogd het afgelopen jaar, waardoor de stad met een bedrag van €21,15 landelijk op de 5e plek staat. 2 bier, 2 fris, 2 koffie en 2 rosé. Het kan in de provincie goedkoper, bijvoorbeeld Veendam. €17,40 betaal je daar. Bij Blauwe Stad, Midwolda, €17,10. En in Zoutkamp kan het al voor €16,60. Je kunt er eigenlijk geen vergelijking tussen maken. De kosten in de stad Groningen liggen natuurlijk vele malen hoger dan wat ze in Scheemda liggen of in Leek of iets dergelijks. Dus dat is echt een kostprijs versus verkoopprijs verhaal. Prijsverhoging of niet, terrasbezoekers in de binnenstad zijn niet echt bezig met de prijs van hun biertje. Ja, als je in de horeca je in de horeca begeeft, weet je dat de prijzen gewoon voordat je weet ben je €20-30 kwijt. Ik ga lekker zitten, het is hier een leuk terras en ik ben net getrakteerd door mijn dochter, dus ik vind de prijs prima. Toch, echt druk is het de afgelopen dagen niet. Mensen zitten toch misschien liever aan het meer? Het is toch warm? Ik ook. Ik zit zelf ook liever aan het meer. Vanavond eerst nog wat buien, maar geleidelijk wordt het droger. Met 20 of 21 graden blijft het warm. Morgen begint bewolkt, maar later op de dag is er meer ruimte voor de zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt 23 tot 25 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandag naast zon ook kans op buien. Het wordt 24 graden. Dinsdag veel bewolking en wat regen. Het wordt een graad of 21. En vanaf woensdag lopen de temperaturen weer op.